dus die zijn van buiten geteerd en er zit, van binnen zit het zwarte soort teerpapier erop. En daar, in de begintijd kwam daar nog allemaal water langs en dat is nu allemaal weg. En nu zijn we het aan het isoleren helemaal. Het plafond moet nog gedaan worden. En dan komt het plastic erop, speciaal plastic. En daarna worden de, gaan we de gipsplaten erop. De kamer voor Robin, hè? Ja. Nou, dat is een mooie ruimte. Ja, groot. Ja, daar is, je wordt de grote kamers. En dat wordt de kamer van Marcel. De kamer van Marcel. Zo. Ja. Dan draai ik even naar de andere kant. Deze, we hebben de vier hoeken te pakken. Ja. Dat is een wasgelegenheid, hè? Ja, dat is voor de was. Hier en de wastub, hè, staat er ook bij. Ja. En al het water daar van de wastub, dat gaat met een pomp naar buiten. We gaan even in. Voor de wastub, het water de wastub. In de wastub. Ja, want het pompt alles in. Want het is hier lager dan de, ja, dan de tank waar het naartoe moet. Ja. Ja. En het wordt, pompt het naar de septic tank toe. Naar de septic tank, ja. Dat Central hier? Vac. Vac, ja, voor vacuum. Zo. Dat is mooi. En die zijn boven een paar aansluitpunten. En even hier kijken hoor, of ik de leidingen zie lopen. Ja, hier is een aansluiting. Ja, en dan loopt er een pijp naar boven toe. En dan gaat het allemaal met pijpen. Die lopen dus... Oh ja, daar zie ik ze. Daar dat, ook. Dat zijn ja, de pijpen. Die gaat dan daarheen. Ja. En daar loopt er een, die gaat daarheen. En die komen in de woonkamer uit en in de slaapkamer. In de hal. Ja, en in twee de hal. In de hal. Alle, alleen in de hal. Oh, in de hal. En van, ja. Maar daaruit gaat die slang zo lang, die kan alle hoeken van het huis komen. En al die stopcontacten hier. Ja. Die blaast dus hete lucht in alle ruimtes. Hij krijgt zijn lucht gedeeltelijk vanuit de kamer. En als het nodig is, pakt hij ook van buitenlucht. Het gaat met een speciaal ventiel van buiten. Komt het in de kachel. En die hete lucht die verwarmt hij een paar minuten voor. En dan wordt het overal naar alle ruimtes geblazen. Via die hoofdleiding. Iedere slaapkamer en iedere badkamer heeft zijn eigen... verwarmingsrooster. In de tijd van 10 minuten is het hele huis warm. Een pingpongtafel. De family room, ja, ja. Met pingpongen en biljarten. En we willen ook een pooltable, zo'n biljarttafel willen we erbij. Ja. Nee, er is ruimte zat voor. En dat is hoog genoeg. Vooral voor Marcel, die zo lang is. Ja. Te pingpongen. Ja, dat is een prachtig ruimte. Dat was dat we wilden 8 voet hoog. Ja. Wasmachine. Dat is de vriezer. Oh, dat is de vriezer, dat ja, de vriezer. Ja. Dat is de vriezer. Dat is de droger met dat is de uitgang droger naar buiten, dat is net boven de grond. De uitgang naar buiten, die slang. Ja, die slang, dat is de uitgang naar de droger. Ja, centrifuge. Centrifuge, wasmachine, al beide van Holland nog. Ja. 220 volt. De vriezer is trouwens ook nog van Holland. Ja. Dit wordt een derde badkamer, als die slaapkamers klaar zijn. En dit is de afvoer, dan wordt het, gaat het, loopt het hierin en met de pomp gaat het dan ook weer naar buiten toe. Ja. In de afwatering, die zit hier dus, moet het daarop. Dit is de sumppump van de drain die onder de vloer ligt. Die haalt het water, loopt allemaal hier in de put, hier onder de slangen. En als die zo komt, dan gaat die drijver hier gaat omhoog. En zo slaat het, pompt het water naar buiten toe, automatisch. Hij van de winter heel hard gewerkt met al de smeltende sneeuw. Staan, dan moet je alleen de schakelaar overhalen. Een moderne zekeringskast is dat. En dan zie je zo de draden lopen. Dat is van de antenne, van de kabel. Die liggen niet in pijpen, die gaan gewoon zo lopen vrij. Dat is, hè, hier, daar bovenaan. Dat is de, over de lucht. Ja. Dat gaat via filters. Ja, via filters. Ja. En als die vol is, dan haal je zo die bakschijfje eruit. Ja, dat is meestal... Oh, de kastje. Ja. Oh ja, dat kastje nog. Ja, dat is ook leuk. Kijken.
Dit is onder dit is buiten hier. Wacht, ja, hij neemt al op, sorry. Dit is buiten onder het voorportaal, wat je boven hebt. Dat is een groot plat voor de voordeur, buiten. Ja. Daar hebben ze een stalen deur voor. En hier is het altijd een graad of 4, zomer en winter. Dat is dus een koelruimte, zeg maar, die eigenlijk buiten in de grond zit. Ja. Een hele grote voorraadkast, die dus helemaal apart van de kelder zit eigenlijk. Ja, ja. Maar wel geventileerd op buiten. Ja, je kijkt ook zo naar buiten, hè, door die gaten. Door die gaten, maar toch lekker helemaal in de grond, ja. Waardoor het goed koel is. Is het bubbelbad. Bubbelbad. Je kan de stralen richten zoals je wil. En de luchttoevoerventielen zitten aan de zijkant. Ja. Hier echt de dubbel tapijt is, hier is het ondertapijt onder. Daar zak je echt een beetje in weg. Ja. Slaapkamer van de Ton en Nies. Telefoon naast bed. Ja. Er zijn 4 telefoons in huis en dat is 1 van de 4. Dit is de logeerkamer. Hier hebben wij gebivakkeerd. Ieder raam, openstaand raam heeft een hoorn ook. Hè? Dat is hier absoluut noodzakelijk. Ja, dat is een mooi systeem. Hè? Hier zit ook weer die gas. En zo draaien naar raam. Ja. Alle ramen kan je van binnenuit open en dicht draaien. Ja, dat is prachtig, hè? Ja. Dus zonder dat je het hoor eruit hoeft zonder te halen. Zonder dat je het hoor eruit haalt, ja. Kamer. Robin's kamer, ja. Niels. Op zijn mail, hè, de post voor Robin staat ook Mr. Wick erop. Ja, ja. Dat, die naam hebben ze me op school gegeven. Leuk. Robin is een computer. Robin is een computer. Ja, die heeft met zijn kleurenmonitor. Dat is wel een hele echte, hè? Ja. Dat dikke was, hè? Dat ziet er goed uit. Een van de, dat is een printer, heeft hij van Marcel gehad. Want Marcel heeft nog 2 andere printers ook. Een hele mooie printer, die, maar heel langzaam. Hm. Dat is niet erg. Hij heeft ook weer zo'n grote kast hier. Even zijn. Even zijn computertje pakken. Beeldschermpje. Zat. Ja. Daar liggen ze. Die geld, hè? Bij die winkelschoonmaker heeft hij dat allemaal gekocht. Zo. Dat was over de $1000. Zo. Met die. En dat is voor zijn weightlifting. Hij zit ook iedere donderdagavond gaat hij naar weightlifting toe. Dus gewicht heffen en zo. Ja. Dit is de tweede badkamer. Boven, ja. Boven het bad is die vol betegeld tot het plafond. En hier is die al laag. Ja. Dit is een tussenkamer, hè? Tussen de keuken en de grote huiskamer. Is ja, dat is eigenlijk de eetkamer, hè? Of de eetkamer is dit dan, ja. En dan is dit de gang. Naar de verschillende slaapkamers en de badkamer. Ja, dit is de woonkamer, hè? Ja. Met, wat is het, eikenhout toch? Ja, massief eikenhout. Ja.
24. And these, this Margaret's woman told me these were made from sugar bags. And they would bleach them and bleach them. And see how soft the cotton is. And then someone embroidered that for them. But it's so soft compared to the modern. Mrs. Sloman speaking with her own voice, and she's actually doing something at the stove, and he has a tea towel over his arm, or his shoulder, or, you know, in here. And this is how you heat your iron. You put it here, but they had, see, this would hold hot water. Oh, yeah. See, the water would get warm from the coal, and then you'd put your... Prachtige wol met al die kleurtjes. Nou, zeg. Ja. Heel leuk. Nou, dat is een grote hoeveelheid hoor aan wol. Hier zo dat gemeleerde, zie je dat ook? Deze. Ja. En hier die frotté. Prachtig. Kan ook Tom dat hij aan het vlees snijden is. Is ook nog gezellig om mee. Kan je zien hoe goedkoop we zijn? Die staat nu op 2 cent. Zo. 2 cent. Nee hoor. Dit is ook nu. Is dat voor de kerst of doe je dat zo toch aan? Nou, dat is ook voor kerst, maar dat is ook voor veel van mensen. Deze is gewoon bij Geri gemaakt, deze. Die is ook niet zo gemaakt. Ja, prachtig. En deze truitjes, kijk eens hè. Zo. Mooi. Oh, hier is nog een mooie. Oh, wat een leuk. Kijk eens. Zo. Leuk hè. Mannetje met een neus en dit is ook een leuke. Een heel kleintje. Een zeebal. Ja. Mooi hè? Heb je dat dronken allemaal? Niet zeggen. Alles komt erop. Ik lig in. Het is voor Robin.
Dat vlees? Ja, dat is favoriet. Dat is zijn favoriet. Hoe heet dat? Dat is gebraden gehakt. Oh ja, dat is ook wel lekker. Rietloof. Ja.